Ik zou niet willen dat zij zo boos op de wereld opgroeit, net zoals ik dat heb gedaan. Hi guys, ik ben Selma Omari. En ik ben Marwa Omari. En ik ben Ridda. En ons zie je vanaf nu in Selma op mijn manier. En we gaan er samen naar kijken. Zo, hoe gaat het met jou? Hoogzwanger. Ja. Het waren wel echt leuke bezoekjes bij de... Nou, deze niet zo hoor. Deze niet? Ik hoop dat alles goed gaat daarbinnen. Ik weet niet of alles goed gaat met haar daarbinnen. En mijn enige moment is natuurlijk als ik het hartje hoor of als ik de echo heb. Als je bent bevallen, dan gaan de hormonale spiegels, die veranderen weer. Ik ken mezelf niet zo. Ja. Ik herken mezelf niet terug. Ik vind het een beetje lastig. Ja. Ik zie nu overigens wat je wel bedoelt met die zwangerschapsneus. Want ik dacht niet dat je het had, maar nu is die soort van weer terug naar normaal. Ik had het. Ja, ik kan niet meer de kleding dragen die ik droeg. Allebei nog net huid niet huilen. Ik werkt ook niet per se echt heel erg mee. Hmm. Ik heb wallen van hier tot Tokio. Wil je dat ik verder ga met klagen? Schat, ik geloof helemaal. Dat is echt hoogzwanger zijn. Ik zeg altijd, je moet die wee ook een beetje willen. Die dag ben ik gewoon niet echt gaan opletten of ik haar voelde of niet. Ik voel haar steeds minder. Ja. En is het het soort beweging wat anders is? Of echt dat zij poepte ik in mijn broek, hè? Oh mijn god, mijn hart zakte in mijn kont. Gewoon. Gisteren begon mijn angst, ik weet niet waarom. Ja. Toen de verloskundige mij vroeg of ik echt beweging voelde, durfde ik daar gewoon geen antwoord op te geven. Maar ik dacht dat heeft te maken omdat ze dan groot wordt, snap je? Geen dus, ruimte ja. heeft om te wegen. Kom maar eens gelijk liggen, ja. Dan gaan we gewoon kijken. Dan doen we eerst gewoon de afspraak, eerst even controles. Kom maar liggen. Maken we even een echo. Oh joh, die buik. Ik kan niet geloven dat zij erin zat. Ja, daar zat gewoon mijn favoriete mens. I'm skinnier now than I was before pregnancy. Sucked in. Hier, kan mijn vader wezen. Die zien we mooi te keer gaan. Ja. Waarom is ze zo rustig? Ah. Oh ja, ze is speciaal mama moment. Mooie hartslag. Het is mooi regelmatig. Dat was rustig aan het chillen bij de hand. Zij deed gewoon wij creëren chaos voor haar. She put the belly on D&D, do not disturb. Ja, stoor me niet. Meer ze had daar sowieso de hik. Weet je hoe vaak zij de hik heeft? Ja. Oh my god. Dat is echt haar ding. Dat is gewoon... Zij zit daar gewoon in. Beetje aan het smakken. Klein schattig neusje. Ja man, haar lipjes. Oh, ik wil die bijten. Ze heeft volle lipjes, hè? Ja, ik vind van wel gekrulde lippen zo omhoog. Ziet er mooi uit. Je kunt nog even voelen naar de indaling. Ik ga je buik eerst even poetsen. Ze was helemaal ingedaald. Ademhalen, hè? Ja, ze had echt perfect timing. Ik voelde dat. Ja, echt een steek. Ja! Is ze ingedaald? Het snap mij niet serieus, hè? Je ziet het. Ik ben er wel klaar, denk ik, ervoor. Ja, nog even over de beweging. Het is in Nederland protocol om naast de afspraak bij de verloskundige, als je die kleine echt minder voelt bewegen, ook een afspraak even in het ziekenhuis te krijgen voor een hartfilmpje. Had je daar nog zin in? Nee. Maar ja, je moet. En hoe het ziekenhuis? Het is dezelfde ziekenhuis die mijn gegevens heeft gelekt. Ik heb een goede hartslag gehoord. Er is nu geen reden voor zorgen. Daarom stond het ook laag op het lijstje. Het stond als laatste op het lijstje om te willen bevallen. Het is maar dat het de laatste ziekenhuis was die plek had in Rotterdam. It also gave birth to me, so... Yeah. And look how you turn out. Shut up. Een kind beweegt tenminste. Ik heb het wel een beetje voelen bewegen. En dat zie ik gezien op de echo. Ik heb een goede hartslag gehoord. Ik ga eens een keer turven hoe vaak je hebt gehuild. Ja, bro. Mensen denken dat ik op commando kan huilen. I'm just very emotional. Moet je nagaan als ik ook nog eens zwanger ben. Nou, wat een emotioneel moment. It was so sad. Het was ook echt Het was echt sad. En in het ziekenhuis zaten we... Nog erger. En zij valt in slaap. En het ziekenhuis vergeet haar gewoon, hè? Ik heb in plaats van een half uur daar moeten zitten... Anderhalf. Nee, twee. Twee uurtjes. En ik ben drie keer naar de zusters verpleegsters gegaan. Weet je wat ze de eerste keer zeggen? Oh, oeps, ja, we zijn haar vergeten. We zijn haar vergeten. Want wanneer je bent bijna uitgerekend. Living on the edge. Hmm. Dit zijn denk ik wel echt de momenten waar je het meest blij bent tijdens de zwangerschap. Als je even aan jezelf kan werken. Ja, cute zijn. Me time. Okay. She's like, I missed that. Kijk hoe verliefd ze naar Kelly kijkt. She's in love. Zo overtuigd dat je een boys mom zou worden. Ja, ik zelf.
Althans, niet overtuigd, maar ik had wel een voorkeur. Ik heb nooit een oudere broer gehad. Mijn vader was Thank God. In mijn leven toen ik jong was. Dus ik had heel erg de behoefte om een jongetje te krijgen. En iedereen dacht ook, oh, jij bent echt een boys mom, een boys mom. Ik wist al van het begin dat ik een meisje kreeg. Alsnog dacht ik, ja, misschien krijg ik een jongetje. Jongen. Maar ik zag aan alles. Ik ben alles. Zo blij om ook, eigenlijk. Ja, ik weet niet waarom ik dat wou, eigenlijk. Meisjes zijn zo leuk, hè? Ik dacht, ja, een jongetje past hier gewoon bij. Maar ik geloof er ook heilig in dat je krijgt wat goed voor jou is. En ik denk dat ik iets zachter gemaakt moest worden. Ja, man. Een soft beginning. Dat werd je al eigenlijk in je zwangerschap. Ja, maar nu is het wel echt extreem. Als ik of mezelf of de mensen om mij heen wil beschermen of voor mezelf wil opkomen, dan is er gewoon niks liefs aan mij. En dan lijk ik echt een leeuwin. Ik spuw nog net geen vuur uit. En ik wil haar daarvoor behoeden. Dit kan allemaal op het tegeltje wat ik nu zeg. Pittigheid heeft, maar dan meer gecontroleerd. Ik ben ook echt zachter geworden, hoor. En ik denk ook echt dat Amaya mij zachter heeft gemaakt. Want ik zou niet willen dat zij zo boos op de wereld opgroeit. Net zoals ik dat eigenlijk een beetje heb gedaan. En daar wil ik haar gewoon voor behoeden. En dat vind ik heel belangrijk. Dus ik denk dat zij al mijn tekortkomingen in het leven balanceert en ik wil beter zijn voor haar. Wat we gaan doen is, we gaan een ademhalingsoefening doen. These were lies. All lies. IJzer gaat te licht. Het is niet waar, mensen. Dat je een reactie in je lijf teweeg gaat brengen. Dat je denkt, oh, dit is koud, hè? Ja. Dat is niet fijn. Nee, man. Dat gebeurt ook met een wee. Dat is ik zie alles als niet waar. Ik ben wel benieuwd wat er dan met een wee gebeurt. Bro, hel. In hel. Hoe lang heeft de meeste vastgehouden? Wat is zeg maar de record? Oh, wil jij een record? Alles is een spelletje bij mij. Ga gewoon kijken wat een minuut lang. Dus je gaat een minuut lang het vasthouden. Neem zo hard als je kan erin, allebei je handen in. Maar je houdt sowieso van winnen, toch? Ja, bro, verlies is geen optie. Behalve met 30 seconds. Ik zit vaak met jou met 10. En wij gaan heel goed op elkaar. Waarom zou je dat zeggen zo voor camera? Als je niet met mij in het team zit, dan win je niet. Helemaal wel. Nee, je hebt nog nooit van mij gewonnen. Wel? Nee. Toen met Ridda? Nee. Ja, toen met Ridda heb ik gewonnen. Ja. Ondanks dat je met een hele slechte speler was, maar ja, ja, dank je. You just won. Kijk even hoe ik aan het trainen ben, alsjeblieft. Wat heb jij nu een minuut gedaan? Had het zo makkelijk een minuut nog gekund? Ja, zeker. Nou denk ik wel dat een wee erger is natuurlijk, maar... Had jij het nou ook geprobeerd? Ik heb het die dag ook mijn geprobeerd. Bevalling. Ja, en het was embarrassing. Ja, en probeer het een minuut vol te houden. Eén. Nee, ik kan niet. Dit is echt dat was al 3 seconden. Maar come on, man. Ja, oké, okay, weet je wat? Wij gaan straks ijsblokjes pakken en dan ga jij ze vast houden. Ja, geef maar, geef nu op dit moment. Wij zijn geen verliezers, Marwa wel. You see, she's a weak bitch. Ik was wel altijd een beetje competitief als kind, maar toen ik jullie had ontmoet, toen werd dat zo vurig, want ik dacht, weet je wat? Ik ga keihard tegen jullie in, want I'm gonna be competitive too. En toen merkte ik dan, als ik in andere vriendenkringen of familiefeestjes... Dat je te heftig was. Dat ik te heftig ben. Ja, dat klopt. Maar kijk, wij zijn heel competitief met elkaar. En dan lijkt het net alsof we de heftigste ruzie ooit in ons leven op dat moment hebben. Maar 2 seconden later zijn we gewoon weer cool. Het is echt een spelletje. Gewoon... En voor de buitenwereld is het heel heftig hoe wij een spel met elkaar spelen. Ik ben wel altijd degene, althans vroeger, die dan zegt, ik zeg... Nee, dat is gewoon echt oneerlijk, hè? En dan moet ze echt weten dat ik... Maar zij is ook degene die vals speelt als ze de kans krijgt. Echt. Winnen, je moet gewoon winnen. Ik moet gewoon die vluchtkoffer inpakken, dus... Ik heb die hier. Okay. Ja. Ik moest er maar echt aan gaan geloven. Oh mijn god. Lief, hè? Ah. Dit is echt heel schattig. Echt schattig, ja. Dit is gewoon wanneer we onze girls trip hebben. Ja, over 3-4 maanden. Het is nu 3-4 maanden. Zie je nu een girls trip gebeuren? Nee, plan iets dan. Oh my god. Kan ze die aan? Oké, wacht. Oh, je hebt het uitgepakt? Ja, en een paar dingen heb ik weggegooid, hoor. Want ik ga echt niet met die... Uit dat pakket? Ja. Waarom? Omdat ik het niet nodig vond. Wat vond je niet nodig? Die lange maatverbanden. Die ga je het hardst nodig. Hoe? Kijk wat ik heb gevonden. Hier was je echt wel huge. Maatverband onderbroek, man. Ik ga een diaper. Je wilt een diaper? Ja, liever dat. Heb je die andere zijn zo groot? Ja, maar die zijn echt comfy. Echt zo slim dat ik dat heb gebruikt. Die diapers zijn echt slim. Nee, maar ik kan zo even proberen. Ik heb gehoord dat je van die hele lange maandverbanden krijgt. Zo groot. Sexy is het niet, maar praktisch is het wel. Echt. Want je wil natuurlijk niet doorlekken. Maar toen ben ik nog praktischer gaan nadenken. En toen dacht ik, maar je moet daar toch ook in plaats van alleen een maandverband... moet je daar toch ook... Ja, ik raad het iedereen aan. Die er echt voor zorgen dat je gewoon
niet doorlekt. Hey, het eerste wat ik dacht was, damn, dit shit is mad big gewoon. Wat doet? Kan die dit ook gewoon toelaten, ja. Yo, en er konden twee van mij in die pampen gewoon. Ja, hoe heb je mijn heup en mijn ass gezien, bro? Ja, ik denk dat die jou ook wel gaat passen. Wat ben je aan het doen? Je bent mijn leggings aan het opmaken, die zijn mijn. Oh, now you can throw this one away. Ja. Ik weet het, jullie kunnen het een luier noemen. Ik noem het... Ja, echt waar. Misschien de laatste vier dagen, zeg maar, van die 40 dagen dat je bloed na je zwangerschap... had ik die lange maandverbanden gebruikt. Maar alles daarvoor, pff, catch me with a diaper outside gewoon. Interesseerde me echt niet. Het was dus echt voor bloed? Ja, het is voor mij... Ja, ook... En, Nadat je zwanger bent, is het, nadat je bent bevallen, is het af en toe best wel moeilijk om je plas in te houden. Niemand zegt het je, maar als je niest, ik voelde gewoon een paar druppels naar beneden komen. Je moet je bekken namelijk gewoon weer trainen om echt sterk te zijn. Hè? Dus je verliest urine, je verliest bloed, je verliest nog vocht. Alles komt er gewoon uit. Ja, sorry, liever veilig dan niet veilig. Dat klinkt. En dan blijft je kleding ook nog lekker fris. Ja, en het enige wat ik hoefde te doen is zo uitspoelen, een nieuwe. Ik vond het echt ideaal. Ja, kind kan er was doen. Ja. Kind kan een pamper om doen.